350 jaar geleden, midden in de Gouden Eeuw, hebben wij in de Lage Landen al ons eigen intercitynet. Met een unieke vorm van openbaar vervoer, de trekschuit. Een netwerk van zo'n 650 kilometer trekvaarten verbindt bijna 40 steden. De eerste trekvaart voor het personenvervoer wordt in 1632 gegraven tussen Amsterdam en Haarlem. Het aantal reizigers loopt al meteen tegen het kwart miljoen. Voortglijdend door het landschap reis je op bijna elk uur van de dag van stad naar stad. Een manier van reizen die prima past bij ons vlakke, waterrijke land. Stipt en zo goed georganiseerd dat buitenlandse bezoekers er versteld van staan. Ook de steden Haarlem en Leiden leggen een trekvaart aan. Al binnen een jaar vaart de eerste trekschuit. De reis over bijna 29 kilometer duurt 4 uur. Haarlem, de zeilbrug en het raaksterrein. Nog maar 150 jaar geleden het westelijke einde van de stad. Bij de zeilpoort vertrekt de schuit naar Leiden. 8 keer per dag en 1 keer 's nachts. Uit herberg De Jagersstal haasten zich de laatste reizigers. Voortmaken daar! De schipper blijft echt niet wachten. Hij vertrekt stipt na de laatste slag van de torenklok van de zeilkerk. Meteen buiten de poorten begint een lint van buitenplaatsen. De tweede huizen van rijke kooplieden en stadsbestuurders uit Haarlem en Amsterdam. 'S Winters is de vaart de ideale ijsbaan. Over het jaagpad gaat het trekpaard in een drafje van zo'n 7 kilometer per uur. Op zijn rug de jager. Vaak nog een kleine jongen, dat weegt minder. Bij elke brug moet de jaaglijn los en blaast hij op zijn hoorn. De Schoutjesbrug en Schoutjeslaan, in de tijd van de trekschuit nog op en top landelijk. Herberg Het Schoutje is de eeuwenoude voorloper van het huidige café. Aan het jaagpad bij de Zandvoortse Laan het Heemsteedse Tolhuis. Op de poort de stadswapens van Haarlem en Leiden. Iedereen die hier langskomt moet tol betalen. In 1905 is alles nog in vol bedrijf. De grote buitenplaatsen tussen Haarlem en Vogelenzang hebben hun oprijlaan aan de Herenweg. Hun tuinen en theekoepels aan de Leidse Vaart. Handig, zo'n eigen achteringang aan het water. Voor het dienstpersoneel, de man de vuile was of de aanvoer van verse vis. Voor een paar stuiver geef je aan de trekschuitschipper boeken, liefdesbrieven en pakjes mee. De streek tussen Vogelenzang en Hillegom. Nu het hart van de Bollenstreek. In de tijd van de trekschuit nog een woest en ontoegankelijk duingebied. Bij de aanleg van de vaart draaide Haarlem hier voor hoge kosten op. Er moest 1200 meter duin worden doorgraven. Volgens een dichter uit die tijd een onmogelijk wonder. Lisse, de Delfweg. In april 1656 planten de landmeters van Haarlem en Leiden hier een halfscheidpaal in de grond. Die markeerde de grens tussen het Haarlemse en Leidse deel van de vaart. De Leidse stadsarchitect Van der Helm ontwierp Huis de Halfweg, met paardenstallen en een dienstwoning voor de commissarissen. Hier, precies halverwege, worden de trekpaarden gewisseld. Uiteraard is er ook een herberg voor dorstige reizigers. Van de gebouwen en het stationskoffiehuis dat hier rond 1900 stond, is geen spoor meer terug te vinden. Na Lisse begint het Leidse deel van de vaart. Die heet hier, hoe kan het anders, Haarlemmer Trekvaart. Noordwijkerhoek, de enige scherpe bocht in het tracé. Een herinnering aan een oude waterloop die is vergraven toen de vaart werd aangelegd. Rolpalen langs het jaagpad zorgen ervoor dat de trekschuit in bocht op koers blijft. Om de schuit ongehinderd te jagen is bomenplanten langs de hele trekvaart verboden. Piet Gijzenbrug bij Noordwijkerhout. Halteplaats van de trekschuit. De oude boerderij met herberg maakt in de tijd van de stoomtrein plaats voor een station en hotel, nu restaurant Hillary's.
Even verderop de Nagelbrug met herberg De Bonte Koe. Nu raast hier het autoverkeer. Het Leidse Tolhuis bij Oostgeest. Tot 1942 moest je aan het jaagpad tol betalen. Nu kun je er in sfeer dineren. De eigenaar heeft het oude tolhek piekfijn gerestaureerd. Ook voor aanstaande Leidenaren pronkten graag met een chique buitenplaats aan de trekvaart. Hier, oud Poelgeest, halverwege de 18e eeuw bewoond door de beroemde medicus Herman Boerhaven. En een eigentijdse invulling van het begrip buitenwonen aan de vaart. De torens van Leiden. Tijd om de benen te strekken. Na 4 uur varen legt de schipper aan bij de Marepoort. Op de achtergrond de Marekerk. Een idyllisch plaatje, heel wat keren door ijverige kunstenaars vastgelegd. En gelukkig, ook hier zijn herbergen. In 1842 rijdt de eerste stoomtrein tussen Haarlem en Leiden. Aan de rand van de stad verrijzen de eerste fabrieken. Al snel barsten de steden uit hun oude vesting. De trekschuit heeft zijn tijd gehad. In 1860 komt er een eind aan de dienst tussen Haarlem en Leiden. Tot halverwege de 20e eeuw varen over de trekvaart nog schuiten met riet, mest, zand en bloembollen. Ook dat is verleden tijd. Alleen wie aandachtig kijkt, ontdekt in het stille water misschien nog een glimp van het verleden.